Ik ben Bernard de Leest, advocaat en daarnaast lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. En ik zou vandaag graag een dilemma met jullie willen delen. Het dilemma dat ik heb is het volgende. Ik krijg van een bevriende advocaat een dossier doorgestuurd met het verzoek om de behandeling van de zaak over te nemen. Na bestudering van de zaak kom ik tot de conclusie dat hij een verkeerde weg is ingegaan en dat een andere oplossing wel tot een goed resultaat zou kunnen leiden. Mijn dilemma is het volgende. Wat doe ik? Ik neem de zaak in behandeling en ik ga de ingezette lijn voortzetten en ik probeer er alles uit te halen wat erin zit, maar ik informeer de klant niet. B. Ik neem de zaak in behandeling. Ik ga ook helemaal weer mijn uiterste best doen, maar ik informeer de klant wel over de gemaakte fout. Of ik neem de zaak niet in behandeling, informeer de advocaat. Of ik neem de zaak niet in behandeling, informeer de advocaat en de cliënt. Dat is mijn dilemma. Over 2 weken horen jullie van mij welke keuze ik heb gemaakt. Ik ben benieuwd naar jullie keuze. Dank u wel.